Ik noemde net al even van het feit dat je best wel wat kritiek krijgt soms. De laatste tijd ook naar aanleiding van je columns. Van bepaalde woorden die je in je columns gebruikt. We zagen net al even de slide. Mogen we die nog een keer zien? Ja, hier is een voorbeeld van de stukjes uit je columns waar kritiek over is gekomen. Hoe is het voor jou als je kritiek krijgt? Vind je dat lekker of word je daar boos van? Nee, ik vind dat wel geestig. Ik vind dat wel, het komt ook vaak uit de hoek dat ik, daar zijn ze weer. Ja, ja? Ik dat wel, ja. Welke hoek is dat? Nou, of een beetje slappe nichten die niet tegen kunnen dat ze... Of mensen die ze opeens heel verontwaardigd gaan doen. Slappe nichten? Wat? Slappe nichten, zei ja, dat? Ja, die ja? op tv gaan huilen dat ze pisnicht zijn genoemd. Die, ja. Huilen? Ja, huilen, ja. Ja. Oké. Okay. Tenminste, ik moet daarom lachen. Ik zit dan bij de tv, denk je, ga je nou zitten huilen? Denk dan. Maar ik weet op wie je doelt, Nicolaas Veul. Die heeft een documentaire nee, ook nee, gemaakt. Nee, daar ging het niet nee? over. Nee, het ging nee? over... Nou, ga maar door. Ja, ga, nee, ga maar nou... Nee, die Nicolaas Veul, die had me nog benaderd om in dat ding mee te doen. Ja, eventjes voor alle duidelijkheid. Nicolaas heeft een documentaire nee, gemaakt. Nee, daar heb ik niet om zitten huilen. Nee, nee. Nee, dat... jij, maar jij zei... Nee, het ging niet om iemand anders. Maar het gaat mij erom dat... Nee, die jongen heeft me heel keurig benaderd. En toen heb ik keurig gezegd dat ik het eigenlijk al gezegd heb. Want jij wou niet meedoen in zijn documentaire? Nee, want voor je het weet ben je Angela de Jong. Die snap ik niet. Nou ja, dat je meedoet op het veld. Ik ben iemand die... Ik kan wel iets veroorzaken. En daarna moet iedereen het lekker uitvechten. Ja. Maar ik denk dat... Want ik ben goed bevriend met Nicolaas. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat ze me gevraagd Ik had een ontzettend vrolijke, aardige mailwisseling met hem. Het leek me een ontzettend aardige kerel. Ja. Ik wou even naar een fragment kijken uit de documentaire van Nicolaas. Kunnen we die instarten? Nou, ik zat in het Gooi op school in Hilversum. En daar was gewoon de kakker zei, hey homo, nee, doe even niet zo gay, homootje, dit en dat. Ik was een homootje en het woord homootje is al dat je wat minder bent, wat kleiner, gewoon anders. En dat hoorde je gewoon heel veel. En het was echt niet dat ik elke keer dacht, hey, ik ben een homootje, je mag geen homo meer zeggen. Ik bedoel, je leert gewoon mee omgaan en je gaat ook de aanval in en je zet jezelf in het harnas. Maar ik stond wel in mijn middelbare schoolperiode in mijn harnas. Ik was, omdat dat woord wat zo simpel uit iedereen's mond rolt, dat is wie jij bent. Ja, hij zegt het mooi. Ja, als je, maar wat voel je als je dit hoort? Nou, dat je lekker in je harnas komt. Ik denk heel goed. Dat is, als mensen, dat soort, ik heb nog nooit homootje naar iemand geroepen op straat. Maar als dat aan je geroepen wordt, volgens mij maakt het je alleen maar sterker. Dus jij denkt dat op het moment dat dat soort woorden, want jij gebruikt dan ja, ik gebruik woorden ze ook, maar pisnicht. Het is bij mij is het iedereen weet, tenminste daar hoop ik altijd op, dat men weet wie is geweest. Doe ik vaak mensen na die woorden gebruiken. En als ik dan zeg ja, een of andere pisnicht, dan is dat gewoon. Is dat dan ironie? Dan persifleer je iemand anders die dat woord. Het is 60% ironie en 40% vaak is het ook een pisnicht. Is het ook Joep ja. die gewoon pisnicht ja, zegt? Ja, vaak is het ook een pisnicht, dus dat klopt ook wel. Ja. Maar je zei net van ja, wat zijn nou slappe nichten die gaan zitten huilen? Dan heb ik toch het idee dat hetgeen wat bijvoorbeeld Nicolaas wil aankaarten, dat je dat niet echt serieus neemt. Nee, nou, ik neem het in zoverre serieus dat ik het niet met hem eens ben. Ik denk. Ik liep laatst ergens, riep iemand tegen mij, hey Kale. Nou, zo gekwetst. En, maar denk je dat het... Dat nou ja, ik kan hier niks aan doen, hè, dat ik geen haar heb. Nee, maar... Het is zomaar opeens op mijn 30ste gebeurd. Nee, maar kijk, nu ga je toch en een beetje belachelijk maken. Ik ben heel veel bij allemaal dokters geweest. Nee, maar luister, niks aan denk doen. Je dat kaal zijn, zeg maar, qua maatschappelijke positie net zo problematisch is als homo zijn? Nee, maar het moet ook allemaal niet zo zwaar gemaakt worden. Maar, als het heel... maar is dat niet ingewikkeld voor jou om te zeggen? Want jij hebt ja, het een is ook ingewikkeld. Ja, maar ik positie. Zeg het gewoon als jongen van de straat en jongen van de kroeg. Maar je bent geen jongen van de straat. Ik ben wel een jongen van de straat. Nee, en ik loop wel... heel veel op straat. Maar en je bent een welvarende man die ja, die, weet die ik, maar ik kom van de straat en ik ben gewoon op de straat begonnen. En ik loop nog elke dag op straat en ik loop in de HEMA en ik loop maar je bent bij geen de groenteman. Wat? Je bent geen homo, je hebt niet die struggle. Misschien die Nicolaas... ben ik het wel, dat weet jij niet. Nee,
Oké, dat zou dat dan nu een revolutionaire plot Nee, maar dat zijn. Weet ik allemaal niet. Nee, nee. Maar ik bedoelde mee, we wonen met z'n allen in Amsterdam. We leven met z'n allen in Nederland. We wonen met z'n allen op de wereld. En op de wereld worden allemaal woordjes gebruikt en dingen gezegd. Ja, maar die kunnen hele... Ja, die kunnen heel kwetsend zijn. Nou, dan zegt hij het heel goed. Nee, maar het gaat niet om het kwetsend zijn. Het gaat om het dehumaniserende aspect. Op het moment het is allemaal niet zo erg. Het wordt allemaal veel... maar dat is het probleem. Jij neemt het niet serieus. Nee, ik neem het ook... Nou, laten we het dan daarop houden. Ik neem het niet serieus. Laten we daarop houden. Maar dus als Nicolaas dan zegt wat het effect is... op hoe het is geweest voor zijn leven... En dan ken ik heel veel... Ik ken heel veel homoseksuele vrienden van mij... die zeiden, Jezus... Ja, maar ik denk toch dat je het probleem niet moet onderschatten... van het feit dat bijvoorbeeld veel meer suïcide, veel meer depressie voorkomt bij mensen. Nee, dat geloof ik allemaal niet. Dat geloof je niet? Nee, dat zijn niet. Onderzoeken. Ik zou die onderzoek graag willen hebben. Ik geloof het allemaal niet. Ja, maar dat is volgens mij te gemakkelijk. Want dan ga je achterover en er zijn allerlei onderzoeken die aantonen... dat het nog steeds gewoon echt moeilijk is. Nee, ik geloof dat het nog steeds heel moeilijk is en ingewikkeld is. Ja. Maar ik geloof dat het altijd zal blijven dat er bepaalde woorden vallen. Dat er altijd... en dat de woorden vaak veel vriendelijker en grappiger en aardiger bedoeld zijn... dan weet ik veel. Als we even terug mogen naar de slide. Kunnen we die nog even instellen? Daar gebruik je bijvoorbeeld ook het woord wat door Annabel Nannega is... Dobberdegen. Ja. Dat is voor... Ik denk dan, als je dat woord gebruikt... dan normaliseer je een bepaalde manier van denken... Nee, het is een soort ironie. Het is een soort ironie waarmee je het schrijft. En als die ironie eruit verdwijnt, als mensen niet meer mijn stukjes lezen als ironie, moeten ze ook. Dat doen heel veel mensen. Dat zie ik aan de Maar dat is toch heel gemakkelijk om je altijd daarachter te kunnen verschuilen. Ja, maar ik ben ook ironicus, dat is mijn vak. Nee, maar wanneer is het. Want op het moment dat jij gewoon zegt... ja, er zijn wat slappe nichten die gaan zitten huilen op televisie... Ja? Dan zie ik daar geen ironie in. Dan denk ik dat je dat echt denkt. Als iemand dat ironisch bedoelt, ben ik het. Want jij denkt serieus dat... Dat het slappe nichten zijn, ja, dat denk ik wel. Ja, ja maar dan is het toch niet ironisch? Nee, natuurlijk is dat wel ironisch, maar dat weten ze zelf ook wel. Houd toch op, maak het allemaal niet zo zwaar. Dat ja, is wat maar ik bedoel. Het is zwaar. Dat is waarom hij ja, maar die het hele is film... niet zwaar. Het en is... ik zeg het is niet zwaar. En hij zegt het zelf heel goed, dat jullie krijgt een beetje maar harnas. Maar hij had liever willen leven zonder een harnas. Nee, hij had natuurlijk liever niet. Nee, want er is geen reet aan zonder harnas. Ja, maar dat kun je toch niet voor hem beslissen? Dat vind nee, ik dat ga ik ook niet voor hem beslissen. Maar hij zal toch een beetje moeten wennen aan de hele grote wereld. Zie jij een verschil in tussen het afzeiken van bijvoorbeeld kakkers... of het Koningshuis en het afzeiken van... Het Koningshuis, die kunnen er niks aan doen dat ze daar zitten. Ja, die hebben... Hoewel, prins Harry, die is lekker bezig. Ja. Nee, maar zie je een verschil tussen het afzeiken van kakkers en het Koningshuis aan de ene kant... en bijvoorbeeld moslims en homo's aan de andere kant? Zie je daar een verschil in, of niet? Nee, want ja, kakkers is ook een geloof. Nee, maar waarom ik dat vraag is omdat ik... Want ik zou zo graag willen toch... Want eigenlijk hoopte ik dat we tot een soort understanding zouden kunnen komen... Dat ik je zou... Ben je geïnteresseerd als ik je uitleg wat voor mij betreft het verschil is tussen die twee groepen? Ja. Ja. Ik denk dat als je het hebt over kakkers of het Koningshuis, dat is niet een groep die maatschappelijk gezien in een underdog-positie zit, die gemarginaliseerd zijn. En homo's en moslims wel. En op het moment dat jij als iemand die toch in een wat meer geprivilegeerde positie zit, dan is het een soort van naar beneden trappen. Nee, en dat is het niet. Ja, maar jij zit in een andere positie. Je trapt dan, maar je hebt toch, je gaat dan zeg maar een groep een trap nageven. Nee, die ik geef geen trap na. Het is gewoon een woordgebruik. Het is gewoon een grapje. Het is gewoon ironiseren. Het is ook een beetje als iemand in de kroeg tegen me roept, hey kale. Ik zei laatst tegen een timmerman, zei ik van, heb je het druk? Zei hij, nee, ik ben alleen nog een beetje bezig bij een hele slechte cabaretier. Zei hij tegen mij. Mm-hmm. Moest ik erg om lachen. Maar het punt was. Dan kwetst iemand mij niet. Hij maakt een grapje, hoop ik. Nou ja, ik denk toch dat als je kijkt naar machtsverhoudingen... dat jij wel degelijk in een machtigere ja, maar ik denk positie... niet in macht. Ik heb geen macht. Ik denk niet in macht. Jij denkt dat je geen invloed hebt. Ik ben een jongen die 30 jaar geleden begon met stukjes te schrijven... en nu 30 jaar verder schrijf ik nog steeds stukjes. Maar je hebt wel invloed, toch? Oh, dat zal. Maar ik heb geen macht. Nou, en als ik macht heb bij mensen, zijn die mensen helemaal lekker. Er is kapot gegaan. Wat? Er is toch een biermerk failliet gegaan doordat jij... Ja, maar dat was toch ook niet te zuipen?
Daar nee, mag maar, godverdomme het hele land mij dankbaar voor zijn. Er is nu Heineken 0.0 en iedereen hangt aan die fles. Van de kwaliteit van het bier. Ik gebruik het als argument om te laten zien dat je wel degelijk invloed hebt. Dat wist ik toen toch ook niet. Ik maakte één grapje. Nee, maar het is toch duidelijk dat je invloed hebt. Ik kan toch niet dingen niet gaan zeggen. Maar ik denk, hoe? Dat zou wel eens, dan zou Heineken wel eens kunnen gaan wankelen. Nee. Ik vind het prima als je bedrijven aanklaagt die het niet goed doen. Maar ik heb het over het besef dat als jij het woord bijvoorbeeld pisnicht gebruikt, gebruik ik en dat zal ik altijd blijven gebruiken. En de mensen die bij mij in de zaal zitten en de mensen die mijn boekjes kopen en mijn stukjes lezen, die snappen precies wat ik bedoel. Die en dat, precies, dat betwist dat, ik. Dat, ja, ja oké, okay, dat betwist je. Ja. Dat is en ik de denk ironie. Dat je daar dat je misschien niet begrijpt of dat veel mensen. Ik begrijp mensen het heel goed. Ik denk dat ik het heel erg goed begrijp. Ik denk alleen dat ik geen woord terugneem. Ja. Laatste woorden, dames en heren, Sunny Bergman. Dankjewel. Dankjewel.